de laatste vakantiecar van 2015 alweer deze week. Nou, het kon natuurlijk niet uitblijven. We doen deze week een degelijke gezinsauto. 100 pk, schoon aan de haak. Maar het is wel een blauwe. Een Seat Altea. Hey Aad. Hey. Hi. Hey, en Seat Altea. Ja. Waarom vind je dit een ideale vakantiecar? Ja, waarom is het een ideale vakantiecar? Gewoon een prachtige mooie gezinsauto. Compleet. Voor je kinderen mee te nemen. Dus ja, mooie kenschatting. En betaalbaar. He, voor normaal, ook ja. Qua wegenbelasting en dat soort dingen. Dus daarom is het een ideale vakantieauto. Ja, precies. Ja. Ja. Je scheept mensen niet op met veel te hoge kosten. Als nee, je moet hem ook kunnen betalen elke maand. Hè? Zo is het maar net. Ja. Zo werkt het. Hey, waar we altijd erg nieuwsgierig naar zijn, ja. Wat heb je eraan gedaan voordat je hem aflevert? Nou, als we hem afleveren, met elke auto wat wij überhaupt verkopen, nieuwe APK-keuring, grote beurt, ten naam stellen doen wij uiteraard gratis. En nieuwe distributie zit bij deze op, omdat hij nodig had. He, dan doen wij het ook automatisch. Ja, dus, en dat zit altijd bij in, dus dat is klaar. Hey, ja. En op wat voor rubber rolt die? Nou, we hebben onder deze auto hebben we de 4 seizoenenband ondergezet. Dus ja. Dan heb je niet continu de wissels. Dus, geen gedoe met winterbanden? Geen gedoe met winterbanden. Dus geen kosten, extra kosten voor de klant. Hartstikke goed. Dus hij is gewoon helemaal klaar voor zijn volgende hij leven. Hij is helemaal klaar. Dus degene die hem wint, hebben een prachtig mooie auto. Ja. Hey, en dan hamvraag. Ik wil graag de sleutels even hebben. Want ik moet dat natuurlijk wel even controleren voor de mensen. Nou, Rien, gaan we wat even checken. Hartstikke goed. Ja? Dankjewel. Tot zo. Oké. Okay. Zo, nou, eindelijk alleen onderweg in de Seat Altea met zijn 1.6 motortje. Ja, dat is net aan 100 pk. En ja, in zo'n grote auto. Ik had daar niet al te veel van verwacht. Maar hier zo op de vlakke Noord-Hollandse wegen voldoet hij eigenlijk wel prima. Er zit eigenlijk zat vermogen in. Al vraag ik me wel af hoe dat is als je met het hele gezin bepakt en bezakt de bergen ingaat naar het buitenland. Misschien kom je dan wel wat tekort. Maar ja, goed, het is vakantie, je hebt de tijd. Dus laat het lekker over je heen komen, zou ik zeggen. Ja, wat valt je op als je in deze auto rijdt? Nou ja, hij heeft 153.000 kilometer op de teller. En ik moet zeggen, hij is goed gebruikt hoor. In het interieur zitten overal wel krasjes en butjes zitten erin. Aan de buitenkant ziet het nog heel netjes uit hoor. Maar goed, hij is echt gewoon gebruikt als gezinsauto. Dat straalt hij wel uit. Maar goed, bij de firma Schaap hebben ze hem echt helemaal onder handen genomen. Tot de nieuwe distributieriem aan toe. Ik moet zeggen, dat vind ik echt heel netjes. En dus ja, technisch ontbreekt het je aan niks. En die 1.6 motor is ook, die staat bekend als onsterfelijk. Nou ja, en deze generatie van de Volkswagen groep, dat is gewoon een hele goeie. Dus hij biedt nog jaren rijplezier. En wat de garagehouder al aangaf, Aad. Ja, het is natuurlijk een auto die heel goed betaalbaar is. Kost je niet al te veel geld in wegenbelasting en verbruik ook niet. Dus het is echt wel een wagen waar je wat mee kan. Ja, de Seat Altea op zich, ja, ik moet zeggen, ik vind het model erg tijdloos. Zo in de loop der jaren is hij toch niet echt verouderd. Hij ziet eruit als een MPV, maar stel je daar niet al te veel van voor. Je kan er geen stoelendans mee doen, je hebt geen derde zitrijen, geen uitneembare zetels en zo. Dat is allemaal heel erg beperkt hoor. Het is gewoon een hatchback met een hoge bouw eigenlijk. Het leukste detail aan de Altea vind ik altijd de ruitenwissers. Als je hem zo ziet staan, dan lijkt het alsof hij geen ruitenwissers heeft. Maar die komen dus uit de raamstijlen tevoorschijn. Slaan naar beneden. En dat scheelt luchtweerstand. Dus dat scheelt weer verbruik. Nou ja, ik vind het wel inventief. Of het ook werkte, dat is eventjes vers 2. Ja, verder is deze auto in de loop van de jaren wat gepersonaliseerd. Er zit hier een unit op, dat is volgens mij de Bluetooth. Heeft te maken met je telefoon. Er zit een microfoontje boven de binnenspiegel. Ik hoop dat jij weet hoe het werkt, want mij moet je dat soort dingen echt niet vragen. Ik hou me alleen maar bezig met het rijden. En dat lukt prima in deze auto. 4 seizoenenbandjes er ook onder. Nou ja, die zijn lekker stil. Valt me ook hartstikke mee. Meestal als je op een winterband of een regenband rijdt, dan geeft het wel wat extra lawaai. Maar dan heb je hier toch geen last van hoor. Nee, het is echt wel een lekkere, comfortabele, ruime auto. Functioneert prima. Van binnen lijkt hij misschien wat versleten, maar als je ermee rijdt, is echt... Die auto die voelt nog hartstikke goed aan. Nou, ben je net zo enthousiast over deze auto als ik? Je kan hem winnen.
Hoe doe je dat ook alweer? Stuur je mailtje naar vakantiekar@autoweek.nl en daarin wil ik graag een verhaal lezen van 500 woorden. Waarin jij uitlegt wanneer je op vakantie gaat, waar je naartoe gaat, in welke samenstelling je dat doet. Ga je met je gezin, neem je schoonmoeder mee en wanneer je dan precies op vakantie gaat. Nou, degene met het origineelste verhaal, die wint deze vakantiekar. En het mooiste is, je wint niet alleen de auto. BOVAG doet er nog een half jaar garantie bovenop. Ze geven je een jaar pechhulp en ze betalen een jaar de verzekering voor je. Dus nou, daar ben je toch helemaal spekkoper mee.